Hallo en welkom bij Borne in Beeld, het programma met het grote en kleine nieuws uit Borne. Op zaterdag 15 april had Bas Koppers 15 jaar zijn eigen cafetaria in Borne. Dit werd groots gevierd aan de Mosseldijk. Op 15 april 2002 nam de toen 24-jarige Bas de cafetaria over. 15 jaar later is er veel veranderd. Ja, vandaag zijn we te gast bij Bas Koppers van cafetaria De Zonnebloem in Borne. Hij viert met zijn personeel het 15-jarig bestaan. 15 jaar geleden hier met veel enthousiasme begonnen, cafetaria De Zonnebloem. En eigenlijk nog steeds naar mijn zin en nog steeds met plezier de patatjes bak. Ik ben hier, voordat ik hier begon, heb ik 7 jaar bij Van der Valk gewerkt. En in de keuken, dus ik heb er wel een beetje ervaring mee. Dus, ja, op het moment zijn we met z'n 5. Ja. En heel blij met het personeel op het moment. Het gaat echt supergoed. En we hebben echt een leuk team. Goed op elkaar ingespeeld. En het gaat goed zo. Ja, op zich is, in overleg is eigenlijk alles mogelijk. Van de snackwagen tot koude hapjes of warme hapjes of een buffetje. Het is, En de Bourgondier kroket. Wat kan ik me daarmee voorstellen? Dat is een wat luxere kroket. Mensen kennen de kwekkerboomkroket en de Van Dobbel kroket kennen de meesten wel. En dit is dan ook zo'n soort kroket, maar dan in plaats van blokjes rundvlees zit hier draadjes rundvlees in. En het is een romiger ragout dan de gewone kroket die de mensen gewend zijn. En lekker kroketje. Ja. Verantwoord frituur is natuurlijk wel heel hot de laatste jaren. En het belangrijkste is eigenlijk dat je bakt in of olie of halfvast frituurvet. Ander verhaal wat ik ook laatst had was eigenlijk cafetaria online. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dus dat mensen kunnen bestellen via onze eigen cafetaria De Zonnebloem app. En het is heel makkelijk. Mensen die kunnen aanklikken wat ze willen hebben. En kunnen het op de aangegeven tijd afhalen. Op naar de volgende 15 jaar? Wellicht, ja. Ik heb nog geen plan om te stoppen in ieder geval. Dus of het 15 jaar is, weet ik niet. Maar na de verbouwing van de afgelopen week zijn we er weer helemaal klaar voor. En we gaan er gewoon weer voor. De folkloregroep Borne was ook dit jaar weer druk bezig met de voorbereidingen voor de opbouw van het jaarlijkse paasvuur aan de Oonkseweg, zodat het balken op de eerste paasdag kan gaan branden.
Maak je niet fout. Dit is de laatste keer van de dag. Ja, oké. We spreken vanavond na het politiek beraad met Ernst Jansen van D66. Meneer Jansen, wat gaat u overmorgenavond zeggen op de radenbijeenkomst agenda van Twente? Wij hebben 14 dagen geleden regionaal met D66 een overlegvergadering gehad, waarbij dit uitvoerig op een zaterdagochtend alleen aan de orde is geweest en hebben daar een aantal hoofdpunten vastgesteld. Die hoofdpunten zijn verwoord in een geschrift waarin wij gemeenschappelijk een mening hebben liggen, waarvan wij zeggen: het is een goed voorstel om onze regio te gaan stimuleren. Het is een doorwrocht plan. Waar we voor moeten waken is dat we niet te veel in de details gaan, maar de succespunten eruit halen. En dat we in ieder geval jaarlijks een controle willen hebben van wat waren de doelstellingen, tot hoever zijn we nu en hoever zijn we nog af van het eindpunt, en wat zijn de kosten die we gemaakt hebben en wat is het resterende budget, zodat we controle kunnen houden op het uitvoeringsprogramma wat nu voorligt.
Komt daar nog een Borns voetnootje bij? Dat is zeer wel mogelijk. Wat ons met name voor ogen staat, is het feit dat wij willen dat de hele regio gestimuleerd wordt dankzij dit programma voor Twente. En daarbij vind ik dat onze bestuurders daar heel duidelijk hun mening moeten geven, maar ook hun projecten moeten geven die mee kunnen lopen in het totale verhaal. Is er iets bij waarvan u zegt van dat wil ik daar op die avond per se kwijt? Nee, niet echt iets kwijt. Waar wij voor pleiten is met name concentreer je op projecten die succesvol zijn. Projecten die werkgelegenheid opleveren, stimulering in de techniek, nieuwe vindingen. En wij zijn hier in Twente en doe het dan op de Twentse manier. Oké. We hadden het vanavond werd ook gesproken over de prognose grondexploitaties. En ik heb een aparte uitspraak van u genoteerd. U zegt tegen de wethouder: u komt met meerjarenprognoses tot 2027 en verder. En dat verbaast u. En dan zegt u, of dan vraagt u, wat is daarvan de realiteitszin? Ja, weet u, je kunt op basis van historische cijfers kun je misschien 1, 2, mogelijk 3 jaar in het voren kijken om een reëel beeld te maken. Als je gaat praten over 2027 en verder, is dat een zo ver voor van mijn bedshow dat ik eigenlijk de vraag had liggen van welke kristallen bol heeft u nu weer tevoorschijn gehaald? Het is volstrekt onmogelijk om op basis van de gegevens die je nu hebt over 10 jaar en verder een redelijke inschatting te maken van feiten. Vandaar de vraag van wethouder, hoe lang blijven we hier nog mee doorgaan? Of over indicatoren die zo ver van mijn bedshow zijn dat je daar geen zinvol verhaal van kunt maken. En dan gaat het even later over de grondprijzen, verlaging van de grondprijs bij woningbouw. En dan zegt hij juist tegen u, als u daar wat over gezegd hebt, het gaat over maatwerk. Dus dat voorgaande, dat vindt u geen maatwerk. In ieder geval niet. Nou, dat is niet helemaal waar. Kijk, wat wij in 2014 gedaan hebben, is zeggen van een prognose gegeven, de grondverkoper waar het toen bijna niet hield, een prognose gegeven van het blijkt uit de vakliteratuur dat als je je prijs aanzienlijk aanpast, dat je veel snellere verkoper hebt. Dat voorstel hebben we gedaan, daar hebben we rekenvoorbeelden voor gegeven waarop de wethouder zei, meneer Jansen, elke euro die ik de grondprijs lager maak, leid ik verlies. En nu heeft hij inmiddels 3 voorstellen vanaf juli 2015 en later tot nu recentelijk toe, waarin hij de grondprijs verlaagt om de grond te kunnen verkopen, respectievelijk sneller te kunnen verkopen. Dus zijn schriftelijke bewering staat haaks op datgene wat hij nu feitelijk aan het doen is. Ja, en het antwoord erop, u heeft het gehoord, laat ik daar maar niet op ingaan. Goed, heb ik toch dit. Hij zei ook, ik heb geleerd van het verleden. En dan wordt er, mensen weten daar dan weer niets van. Zuid-S, Oostermaat, het bedrijventerrein, op de Stroom-S. Wat is het nou? Leren van het verleden? Is het nou maatwerk? Of is het nou, ik weet het eigenlijk niet. Je maakt je prognoses op basis van de gegevens uit het verleden. Vervolgens kom je bij een dilemma, in dit geval de economische neergang daarvan. En dan moet je je afvragen, we hebben voor meer dan 100 miljoen aan grond liggen. Dat kost alleen al een rente, een vermogen. Als je dat versneld wil verlagen, dan moet je dus wat aan je grondprijzen doen. Want dat heb ik aangetoond, als je de grondprijs verlaagt, dat je dan meer omzet. Maar je krijgt ook meer inkomsten van meer inwoners. Je krijgt OZB-belasting, je krijgt reinigingsrechten, allemaal extra. Kortom, het is een spel waarin je als ondernemer, als wethouder, een beleid moet gaan voeren dat je anticipeert op de nieuwe ontwikkeling. En deze wethouder, daarvan krijg ik de indruk dat hij wat afwachtend is van het verleden heeft dit gedaan, dus laten we wel wachten, het komt wel goed op termijn. Ja, dat heeft te maken met actief beleid of passief beleid.
En ik laat het voor de goede toehoorder uit van welk beleid hij vindt dat deze wet eruit voert. Het is in ieder geval niet ons beleid. En dan kun je ook niet aankomen met een bol die tot ver in 2027 kijkt. Zeker niet. Want dat is zo ver van de werkelijkheid weg dat... Nee, dat hou ik niet voor mogelijk. Ik kom nog tot slot even terug op het politiek beraad van vorig jaar, van vorige week. Toen was u de enige die aarzelde toen het ging over Twents, de verkoop van Twents, of wat er allemaal mee te maken heeft. U noemde dat een tamelijk ingewikkeld stuk. En u zei toen letterlijk, ja, ik heb eigenlijk nog zoveel vraagtekens, terwijl de anderen... Uw collega's, die waren eruit, die zeiden van wij kiezen voor variant 3, voor scenario 3, voor enzovoort, enzovoort. U had nog de mogelijkheid voor een extra raadsvergadering. Ja. Maar daarop zei u van dat heeft totaal geen zin. Nee. Dat was werkelijkheidszin. Nou, dat was politieke werkelijkheidszin. In die zin, wij waren de enige fractie. Maar kijk, als u een product koopt of verkoopt, dan weet u een prijs. Dan heeft u een indicatieve prijs. Die was er nu toe dus volstrekt onbekend. Wij zouden nog meer gegevens krijgen. En wij moeten dus een besluit nemen op basis van deels gegevens en deels geen gegevens. En dan komt er in één keer een verhaal. De vraag was dus, gaan we Twent verkopen, ja of nee? Komt er in één keer een samenwerking met een collega-stad uit Duitsland, ja of nee? Die vraag moet je pas beantwoorden. Als je een antwoord hebt van, gaan we ermee door of gaan we er niet mee door? Nou, dat vond ik op zich al vreemd. En een ander punt in dat hele verhaal vond ik eigenlijk... Zij zeggen dat zij heel milieuvriendelijk bezig zijn. Maar laten we eerlijk wezen, ze waren aanvankelijk een restbedrijf om afval te verbranden. Daar hebben ze nu een energiebedrijf van gemaakt. De volgende vraag die je moet stellen, is dat nog een bedrijf wat overheidsgedomineerd moet worden? Wij hebben daar als D66 onze twijfels over. En een ander punt daarin is dat datgene wat zij verbranden om energie te krijgen... komt voor meer dan 80% uit Engeland en uit Polen. En als we het hebben over milieu en ik ga transporteren die afval over die afstanden... dan denk ik, nou, dan moeten we wel het hele plaatje zien. En dat hele plaatje konden we niet zien omdat we die gegevens niet hadden. Vandaar het besluit dat we zeiden, nou, wij tenderen in ieder geval naar meer gegevens... En op basis van de gegevens zoals ze nu liggen... zijn wij voorstander van om Twents toch maar te verkopen... Ook al omdat je nu nog een goede prijs krijgt. In de vakliteratuur zie je staan dat inmiddels die hele wereld zodanig in ontwikkeling is... waarbij wij zelf debet aan zijn, omdat wij bijvoorbeeld onze restafval van 225 kilo per persoon per jaar naar 50 kilo brengen. Dat betekent dat wij meer dan 70% minder afval aan Twents gaan leveren. U bent er even tussenuit geweest. Ik weet toevallig waarom. U bent weer terug en tot mijn grote verbazing duurt het politiek beraad vorige week en ook nu weer korter dan 2 uur. Zelfs korter dan 1 uur. Hoe kan dat nou? Is er een verband? Twee redenen waarom dat kan. A, dat heeft te maken met de agenda en de inhoud van de agenda. En B, met de voorbereiding van de mensen. Als een stuk duidelijk is... dan zijn er geen vragen. Naarmate het stuk onduidelijker is, komen er meer vragen. Het zou ook kunnen zijn dat de stukken duidelijker zijn... en dat er dus zo weinig vragen zijn. Dat is heel moeilijk in te schatten. Bijvoorbeeld zo'n brief die over van Weltover... wat zei die van, die vanmiddag nog bezorgd is... dat zoiets moet niet, mag niet, kan niet. Hè, dat gaat dan over, even voor de kijkers en luisteraars... over... ja, toch wel de reprimande die de provincie aan Bornen gegeven heeft. Dat heet dan heel fraai intensiever toezicht. Nou, de burgemeester schrikt daarvan. Schrijft gauw een brief. Hebt u de brief al gelezen? Ik zag vanavond tijdens de commissievergadering dat dat binnengekomen was. Dat was 5:10 of zo is dat doorgemaild. Ik heb het niet gelezen. Ik kan me wel voorstellen wat erin staat... Maar een feit is dat de provincie gezegd heeft... je hebt je zaken niet op orde en je moet dus... je staat onder wat meer toezicht. En ik denk terecht. Het licht staat even op oranje. Ja. Ik dank u zeer voor dit gesprek.
Welkom bij Twente Breed, het programma van 1 Twente met het grote en kleine nieuws uit Twente. Wie nog een leuke hobby zoekt, kan eens denken aan handwerken en knutselen. Avici deed in Almelo ideeën op bij een open dag van de oudste Nederlandse vrouwenvereniging. Opgericht in 1871, maar nog steeds springlevend, is Tesselschade Arbeid Adelt, kort gezegd TAA. Zaterdag hield ze een druk bezochte open dag in Hof 88. Wat is Tesselschade Arbeid Adelt en wat is haar doel? Was de vraag aan voorzitter Ellen Hoekstra. Tesselschade Arbeid Adelt Almelo is een afdeling die valt onder Tesselschade Arbeid Adelt Nederland. De grootste vrouwenvereniging en de oudste vrouwenvereniging van Nederland. En wij hebben als doelstelling om het geld wat wij met mooie creatieve handwerken verdienen, te besteden aan het opleiden van vrouwen die eigenlijk niet aan een studie toekomen zonder hulp van derden. Het is zo dat al heel lang er heel veel vrouwen zijn die door pech in hun leven niet goed tot een opleiding zijn kunnen komen. En dientengevolge, als ze toch in een omstandigheid komen waardoor ze wel economisch onafhankelijk willen zijn en hun opleiding willen vervolgen of een nieuwe opleiding willen gaan doen, terwijl ze niet in aanmerking komen voor een vergoeding en het financieel zo moeilijk hebben dat ze ondersteuning nodig hebben. Daar zijn een aantal fondsen voor in Nederland, waaronder het Betsy Perk Opleidingenfonds, oftewel BPO-fonds, een onderafdeling van TAA, Tesselschade Arbeid Adelt. Vroeger hadden we, nou ja, zeg maar, in Twente was het eigenlijk best wel heel goed geregeld. Vaak wat oudere dames die heel graag handwerkten en die dachten van, ik heb alles wat ik heb willen handwerken, dat heb ik nou wel in huis of mijn kinderen of nichtjes en neefjes. Ik wil graag doorgaan met handwerk, maar dan een beetje nuttig maken. En die handwerksters, die worden steeds ouder en ouder. En wij zouden heel graag wat jongere handwerksters in onze gelederen hebben. De artikelen van Tesselschade Arbeid Adelt in Almelo zijn het hele jaar door te bestellen. Museum De Fundatie is een samenwerking aangegaan met ROC van Twente. Deze week was de officiële opening van de Fusion tentoonstelling in Hengelo. Aan de collectie zijn 6 werken toegevoegd van de 20-jarige fotografiestudenten Tirsa Balkot. Namens ROC van Twente heet ik u van harte welkom bij dit hele bijzondere moment. Ik ben Trudy Vos, lid van het college van bestuur van ROC van Twente en we zijn apen trots op dit moment. En het leuke voor mij persoonlijk is ook nog wel eens dat we hier de fundatie verwelkomen. Nee, dit is een fantastisch project. Dit is een hele mooie school. Een geweldig opleidingsinstituut waar heel erg veel studenten rondlopen. En wij staan hier nu gewoon in een prachtige setting met onze collectie. En het leuke is natuurlijk ook met de studenten, met Tirsa, die hier zes hele mooie foto's presenteert. Ik heb hier 6 verschillende kunstenaars gefotografeerd voor mijn eindexamenproject. Naar aanleiding van het werk van Paul Citroen, wat hier ook hangt. En dat is uiteindelijk dit geworden. En waarom is Paul Citroen je grote voorbeeld? Ik vind het heel mooi hoe op de manier waarop hij de mensen portretteert. En hij probeert ook echt de mensen zelf naar voren te halen, zeg maar, hoe ze zijn en het verhaal erachter. En dat heb ik ook geprobeerd, dus dat vind ik heel mooi. Niet trillen, hè? Paul Citroen is een van onze Overijsselse top portretteurs van de vorige 20e eeuw. Waar we blij van zijn dat we zijn expositie of eigenlijk hele werk hebben, hè, in onze fundatie. Maar het was ook een verstandig man. En ik ga een zin zeggen, uitspreken, die hij ook heel graag altijd bezigde. Want hij gaf ook les. En hij zei, het mooiste vind ik als de leerlingen zich helemaal niets van mijn les aantrekken. Dan denk ik dat dat niet heel goed valt bij een aantal docenten hier. Ja,
en misschien juist wel. Want dat is het. Ga je eigen gang, ga je eigen weg en dan kom je heel ver. En hoe is de samenwerking met de fundatie tot stand gekomen? Die samenwerking was er al. Ze hadden al het plan om een student te kiezen die foto's ging maken. En daardoor had ik van mijn leraar de opdracht gekregen. Dus zo is het gelopen. Ik ben ontzettend trots. Ja, nee, echt hoor. Ik werd al trots toen de eerste beelden binnenkwamen bij haar. En ik daar natuurlijk als eerste, of niet natuurlijk, maar ik had als een van de eerste inzagen. En toen zag ik al van, ah, het werkt. Hè? Het klopt, want het was een zeker risico om haar erop te zetten. Want ik kende wel werk van haar, maar dit aan de historie gelinkte, nou ja, toch... Laat ik maar zeggen, vrij confronterende zwart-wit werk. Ik wist niet of ze daar iets mee kon. En dat heeft ze bewezen dat dat wel zo is. Dus ik ben heel trots. Ja. Die trots werd nog groter toen Tirza en ik vorige week donderdag met onze lijsten hier aankwamen. En tot onze verrassing zagen dat de Paul-Citroen-foto's in dezelfde lijsten en passepartouts gezet waren. Dus het was als het ware alsof het verhaal door de tijd heen schoof. Hè? Krijgt het project nu een vervolg? Ja, wat mij betreft wel. Ik denk dat we een hele mooie start hebben. Dat we mooi werk uit onze collecties hier laten zien. Uit de provinciale collectie. Mooi werk van studenten, van Tirza. En ik kan me nog 1000 andere projecten voorstellen die we hier kunnen gaan doen. En? Ben je geslaagd? Ik denk het wel. Ik vind het superleuk om te doen. Maar het resultaat moet nog horen. Ja. Het Bonnevoet College organiseert als eerste Enschedese school een uitwisseling met partnerstad Dalian. Een groep scholieren vertrekt aankomende maandag naar China. En onze verslaggever van het Nieuwsroom, Jadrike Boels, reist mee. Leerlingen van het Bonheuvel College reizen volgende week af naar onze Chinese partnerstad Dalian. Ze gaan daarheen voor een uitwisseling met een prestigieuze kunstacademie. En ik mag mee om verslag te doen. Vandaag volgen ze ter voorbereiding een spoedcursus Chinees. En dat is een les die ik natuurlijk ook niet mag missen. Everyone repeat with me. Ah. 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 R. 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 So S-A-N, san. Sen. Kun jij in het kort vertellen wat de leerlingen gaan doen in Dalian? Ja, het bestaat eigenlijk uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit het bezoek aan Beijing, waarbij we verblijven in een jeugdherberg en een impressie krijgen van de grote Chinese moderne stad. We gaan natuurlijk ook wat toeristische highlights bekijken. En het tweede deel van de reis is eigenlijk de uitwisseling met school nummer 15 in Dalian. Charlotte, hoe reageerde jij toen je hoorde dat je mee mocht op deze reis? Nou, ik was echt super blij en ook echt heel erg verrast eigenlijk. Ik zag het echt niet aankomen. Ik dacht, ik probeer wel om mee te doen, maar ik had niet echt de verwachting dat ik nou ook echt mee zou mogen. En dat je dan toch mee mag, is wel heel gaaf dan zo. Want wat heb je precies moeten doen om mee te mogen? We moesten een opdracht inleveren op het thema naast de werkelijkheid. En we moesten een motivatiebrief schrijven waarom we mee zouden willen en... Ook moesten we nog ons portfolio daarbij inleveren en daarvan werden dan de beste uitgekozen. Hebben jullie ook al een selectie gemaakt van kunstwerken die meegaan naar China? Op dit moment zijn de leerlingen daarmee bezig. Iedereen was gevraagd om minimaal 1 kunstwerk mee te nemen dat ze laten zien in Dalian. En moet dat dan voldoen aan bepaalde voorwaarden of is dat geheel... Het is vrij. Maar het moet in een koffer passen. Het moet in een koffer passen of in zijn koker. Ja. En ze moeten er trots op zijn. Ja. En ze moeten echt daar met trots eventueel dat zelfs ook kunnen presenteren. Dat is een beetje het criterium erachter. En wat hoop jij van de Chinese leerlingen te leren? Realistisch schilderen wel, ja. Ik vind zelf impressionistisch schilderen vind ik veel makkelijker. Dat is ook meer Nederlands en realistisch schilderen vind ik is moeilijker eigenlijk. Is er een groot verschil in onderwijs, in dat kunstonderwijs tussen China en ja, Enschede? Heel sterk. Het is een typisch Chinese school. Dus toen ik daar was, was er een lokaal met 40 leerlingen. En ik kwam naar binnen, allemaal in een schooluniform. En het enige wat je hoorde was het gekras van potloden op papier. Het is echt fascinerend, echt 40 leerlingen. Nou, dat zal hier in Nederland, en natuurlijk ook niet op het Bonheuvel, zal je nooit lukken. Ik heb sowieso, zijn mijn meeste tekendocenten, mogen de leerlingen best wat muziek bij hebben om te tekenen. Dus kunnen ze zich ook concentreren. Dat is al één verschil. Maar het tweede verschil is het aantal uren. De helft van het curriculum op die school bestaat uit tekenen. Nou, dat is geen enkele school in Nederland die dat doet. Wat betekent kunst voor jou? Nou, ik vind het vooral een uitdrukking van je creativiteit. Je mag namelijk zo
creatief zijn als je wil. En je hebt eigenlijk geen grenzen en dat vind ik heel mooi en fijn. De avonturen van de Enschedese leerlingen zijn vanaf volgende week dagelijks te volgen in het programma Groetjes uit Dalien. Hou voor meer informatie onze website TV Enschede FM in de gaten. Voor nu zeg ik, Zaijin! Jongeren uit heel Twente gaan al jarenlang op eerste paasdag naar Bentelo voor de paasparty. Dit spectaculaire feest vindt plaats in grote feesttenten. Ook veel jongeren uit Haaksbergen gaan naar dit feestje. Binnenkort is het Pasen. Hebben jullie hier in Bentelo een paasparty? Wat is dat precies? Paasparty. Wij houden dit jaar onze 29e editie. Zoals je kunt zien is de opbouw in volle gang. Ja. De paasparty Bentelo is gewoon een groot feest voor alle jongeren uit de omgeving. Ja, het is niet de eerste keer die jullie organiseren voor de hoeveelste keer? Wij doen dit dus dit jaar voor de 29e keer. En eerder zaten wij op een ander terrein, waar nu de WOK zit. We zijn sinds 4 jaar verhuisd naar dit terrein. En sinds die 4 jaar geleden zijn wij ook overgestapt op een nieuw concept met meerdere tenten. Een beetje een festivalidee zou je kunnen zeggen. Waarom willen jullie dit? Wij willen meerdere tenten om voor meerdere bezoekers het aantrekkelijker te maken. En dat blijkt de afgelopen jaren gewerkt te hebben, want we zijn al 3 jaar op uitgekomen. Jullie hebben verschillende tenten, zet je neer. Ja. Wat voor muziekstijl kan ik verwachten hier? Zoals je daar in die groene tent ziet, daar hebben wij onze rock and roll tent. Dat is 80s, 90s muziek, iets voor de oudere bezoeker. De grootste tent met de oranjere zeilen is onze dance vibes. Daar wordt dance muziek gedraaid. En daarachter zien wij de summer dive tent. En daar zal een beetje een Mallorca zomersfeertje hangen. Ja. Nou, ken ik Bentelo een klein beetje. Is niet zo'n heel groot dorp. Waar hebben jullie publiek vandaan? Het publiek dat komt echt van heinde en verre. Wij hebben sinds een paar jaren ook heel veel publiek uit de Achterhoek. En noem het maar op, ook richting Hengelo en die kant op, ja. Ja, jullie zijn druk bezig met de opbouw. Er moet een hoop gebeuren, denk ik. Dat klopt. We zijn gisteren begonnen met de tenten opbouwen. Dat doen we op vrijdag en zaterdag. En er moet inderdaad nog een hoop gebeuren, maar dat gaan we volgende week doen op vrijdag en zaterdag. En dan zorgen we dat het terrein de zondag op eerste paasdag fantastisch bij ligt. En hoeveel vrijwilligers doen jullie dit? We hebben een vereniging van 330 jongeren en zo met het opbouwen van de tenten zijn daarvan 40 aanwezig. En volgend weekend zullen er meer dan 100 jongeren aanwezig zijn om het verder af te maken. En tijdens het feest zelf toch wel 250 vrijwilligers. Allemaal uit Bentelo? Allemaal uit Bentelo en voornamelijk de jongeren, ja. Dus alle jongeren zijn druk aan het werk hier met Pasen? Ja, alle jongeren zijn erg druk met de paasparty en dat is erg mooi. Hoe ben jij er zo bij betrokken geraakt? Ja, ik ben, toen ik 16 was, ben ik net als iedereen uit het dorp lid geworden van de POH, joh. En ja. Zodoende ben ik hier in Verzeil geraakt, ben ik in het bestuur terechtgekomen. Wat maakt dat zo leuk? Het leuke aan de POH, joh, is gewoon dat je hier met jong en oud, met alle leden, een feest neerzet. En je hebt ook echt het gevoel dat je samen wat doet. En het is uiteraard gewoon heel gezellig. Je kunt eindelijk natuurlijk zeggen van het is weer geslaagd, de jongeren zijn weer blij uit de regio. Ja. Ja, het is natuurlijk het geeft natuurlijk een voldaan gevoel als het feest weer achter de rug is en het is geslaagd. En dan alle lovende reacties te horen van de bezoekers, ja, dat is prachtig, daar doe je voor. Nou heb je net verteld van welke muziekstijlen en de talent, maar noem eens wat namen die komen in optreden hier. Wij richten ons niet echt op de namen van de line-up. Wij vinden het heel belangrijk om juist de goede sfeer te creëren bij de paasparty. Okay. Dus daarom, we hebben gisteren onze DJ-contest gehouden in het café hier. Ja. En daar geven wij ook jong talent uit de regio zeg maar, de kans om voor 3000 man te draaien hier in onze grootste tent. Dus jullie vinden namen niet belangrijk, maar het entourage, de sfeer? Ja, wij vinden namen niet echt belangrijk. Wij willen gewoon sfeer creëren en daar proberen wij op allerlei manieren te doen. Vooral heel veel met aankleding. Waar kan ik denken aan sfeer? Bij sfeer kun je denken aan... dat is nu nog een beetje moeilijk te zien, want we zien nog heel veel gras en skeletten van de torens. Maar al die torens zullen straks bekleed worden met mooie doeken. En de vloer komt erin te liggen en we zullen allerlei lampjes ophangen om het allemaal heel mooi aan te kleden. En verder de sfeer achter de barren. Wat ik zei, onze vrijwilligers die helpen ook achter de barren s'avonds. En die maken er zelf ook één groot feest van, dus dat slaat altijd over op het publiek. Oké, okay, dus iedereen moet dus met Pasen hier naartoe in principe? Zeker, iedereen moet met Pasen hier naartoe en ze moeten snel zijn om kaarten te kopen. Okay. Want we hebben inmiddels 75% van de kaarten verkocht. En als mensen dus nog willen komen, en dat willen ze, want dit willen ze niet missen. Nee, dat kan ik ook. Dan kunnen ze naar www.paasparty.nl om kaarten te bestellen. Is er nog een paasvuur? Er is een paasvuur, die staat dat daar. Dat hoort er natuurlijk bij, hè? Jazeker. Ja. Ja, je zag de jongens natuurlijk al. Ze zijn met heel veel trekkers vandaag druk in de weer om al het hout uit de regio op te halen.
En op Goede Vrijdag gaan we het paasvuur opstapelen en dan zullen we zien hoe hoog het is geworden dit jaar. Kan ik ook alleen voor het paasvuur komen? Je kunt ook alleen voor het paasvuur komen. Wij lopen vanaf 7:30 vanaf de kerk in Bentelo met een fakkeloptocht hier naar het paasvuur. En dan zal omstreeks 8:00 het paasvuur worden aangestoken. En hoe laat is de tent, het terrein geopend? Het terrein is geopend vanaf 8:30. Dan verwachten wij ook de eerste taxibussen hier aan de straat. En dan kan het feest echt losbarsten. Tot? Het feest is om 14:00 afgelopen. Oké, nou, heel veel succes. Ja, dankjewel. En maak er een mooi feestje van. Dat gaan we zeker doen. Oké. En het gaat goed met het aantal hotelovernachtingen in Enschede. Niet alleen blijven hier meer mensen slapen in Enschede, omdat er meer hotelkamers zijn, maar ook omdat de stad en de regio aantrekkelijker wordt voor toeristen en het zakenleven. In hoeverre merken jullie hier dat het aantal hotelovernachtingen heel erg stijgt? We merken vooral aan veel Duitse gasten. We krijgen steeds meer Duitse gasten bij ons in het hotel. Weekenden daarin worden steeds drukker bezocht. Voornamelijk als hier grote evenementen zijn, dan merk je dat de bezetting van het hotel erg omhoog gaat. En weet u waarom ze voor dit hotel kiezen? Ik denk dat ons sterke punt is de locatie. We liggen natuurlijk echt perfect midden in het centrum. Voornamelijk op het moment dat er een voorstelling is in het theater. Dichterbij dan dit kan niet. En dat merk je ook met de stad. Mensen vinden het gewoon prettig om vanaf hier naar de stad te lopen. En hoeven ook geen taxi te bellen of kunnen gewoon lopend er naartoe. Het is makkelijk voor mij. Het is bijna een station. En de mensen binnen de hotel zijn zo goed. Ik overnacht in Enschede omdat ik een afspraak heb met iemand van de Universiteit van Beumeren. Ik ben bezig met een studie en zij is mijn begeleidster, professor. En ik ontmoet haar hier in dit hotel. En waarom in dit hotel? Omdat dit hotel in het centrum is, ligt vlakbij het station, makkelijk bereikbaar en dat is prima. En heeft u enig idee waarom het aantal zo erg stijgt? Ik denk dat Enschede steeds actiever is met het aantal evenementen dat er georganiseerd worden. En dat voornamelijk onze Duitse gasten daarin heel erg geïnteresseerd zijn. En dat Enschede als stad gewoon heel erg in ontwikkeling is, ook qua bedrijven. Dus ik denk dat dat een van de meest voornamelijke redenen zijn. Maar het aantal overnachtingen stijgt dus heel erg. Heeft u wel eens meegemaakt dat het vol zat? Nee, ik heb dat zelf nog nooit meegemaakt. Op tijd reserveren is heel belangrijk. Maar ik merk wel dat ze in Enschede de kamers wel voller raken. Maar dat is op zich natuurlijk helemaal goed. Ieder jaar vindt in Borne het festival Borne op zijn best plaats. Overal in de gemeente zijn feestelijke activiteiten. Kijk mee naar een uitgebreide samenvatting van het hoogtepunt van de dag, de Living Statues. Ik ben Lynn. En jij? Ik ben Maaike. En wat doen jullie hier? Standbeeld staan. Goeie vraag. Ja. Je bent al klaar met schminken of moet er nog meer gebeuren? Ik ben klaar met schminken. En wat ga jij voorstellen? Een aap. En moest je daar geschminkt worden? Ja. Ik zou zeggen van je bent zonder die schmink ook al een naapje. Ja. Hé? Of nog niet helemaal. Nou, ik vind het er mooi uitzien in ieder geval. En wat voor pak doe je aan? Een dagpak. Zo, dat is wel een hele mooie. Ik hoop niet dat je het erg warm in kreeg. Nee. Nee, want het is vandaag heel erg mooi weer. Mhm. Wij hadden vroeger een kachel die zo gepoetst moest worden. Ja, en ik ook. Waarom doet u dit? Ik doe het al best wel lang. En gewoon omdat het heel erg leuk is om te doen. En dat. En bent u ook al vaker in Borne geweest? Ja, dit, hoeveelste keer is dit, mama? Ik weet het niet, 8e keer, 6e keer? Of van begin af aan eigenlijk. Oh. En ik speel ook altijd mee. En de kinderen wisselen af. Ja. 1, 2 of 3 die meedoen. Ik moet hier staan. En dit is het waar we nu zijn. Wat stellen jullie voor? Wij zijn heksen. En zijn jullie ook zusjes? Nee. Jullie lijken wat op elkaar. Komt dat door de smink? Ik denk het. Wat moeten we hier zien? Bob de Bouwer? Nee, plastic soldaatje. Nou, dat vind ik wel heel goed. Want ik had het dus helemaal mis. Ja. Heb jij dit al eerder gedaan zo? Nee, dit is mijn eerste keer dat ik meedoe. Gefeliciteerd jongen, want dat vind ik heel knap. Dank u wel. Ik heb vroeger als moeder natuurlijk heel lang bij de kinderen op school moeten wachten op het schoolplein. Toen dacht ik, daar mogen we wel eens een standbeeld voor oprichten. De wachtende moeder. Maar is er nooit van gekomen. Toen zag ik dit, Borne boeit en de workshop. En toen dacht ik, hé, ik ga het omzetten in mijn levend standbeeld, de wachtende moeder. Maar ik zie uw handen zo zwart. Is dat ook ergens voor? Nee, dat moet brons voorstellen.
Dat wordt helemaal brons. En waar gaat u zelf voorstellen? Ik ga de tovenaar van Ruksenstein moet het worden. En dat wil zeggen geïnspireerd op Gandalf. Ik heb er een draak meegenomen. Gandalf van de ring? Van de ring? De beruchte ring? Ja, dat was mijn inspiratie. Jonge dame, goedemorgen. Goedemorgen. Doe jij al vaker mee? Nee, dit is mijn eerste keer. Dat is een felicitatie waard dat je durft. Ja, dank u wel. En wat ga je voorstellen? Wie is de mol? Samen met mijn broer. Maar jij praat over je broer. Is die hier ook? Dat is deze. Ja. Hallo. Hallo. Wat moet jij voorstellen? Paperman. Geweldig. Wat zie je er mooi uit. Dank u wel. En is dit voor jou ook de eerste keer? Nee, dit is mijn derde keer. En ook in Borne? Ja. Maar moet u de hele tijd nog stilstaan? Ja en nee. Het is interactie met het publiek. Maar ik heb een beetje griep, dus ik denk dat ik vandaag alleen maar een beetje ga staan hangen. En af en toe iemand een tik voor de kont geeft met een stok. En is die broer ook aanwezig? Hij staat daar. Hey broer, kom er eens even bij. Hallo. Hallo. Wie ben jij? Michiel Neeskens. En doe jij het ook voor de eerste keer? Ja, ja, absoluut. Ja. En heb je zoiets samen in huis ingestudeerd? Ja, daar zijn we dan een tijdje mee bezig. En dan doen we samen nu een leuk act. Ik ben Chanelle Post. En woon jij in Borne? Nee, in Rolde. Dat is ook een mooie plaats. En mooi gelegen in Drenthe. En doe je dit al vaker? Ja, heel vaak. En wat gaat u voorstellen? Rembrandt. Van rijdende schilder. Ja, ik begrijp u. Misschien. Wat ga je voorstellen? Nou, een deftige dame. Een deftige dame in een speciale omgeving. Gewoon een beetje zo'n hele mooie grote jurk en dan, ja, gewoon deftig. Hi. Wie ben jij? Emma. En wat ga jij voorstellen? Een bloemenmeisje. Eerste keer. Gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Dus, ik vind het altijd knap dat mensen dat voor de eerste keer durven. Ja, is dat knap? Ja, ik weet niet of het durf is. Het is volgens mij gewoon een kwestie van doen. U heeft een mooi weer bij vandaag. Is dat moeilijker? Dit is ideaal weer voor mij. Ja. Door de zon, de warmte, dat vindt u prettig? Als het koud is, dan krijg je rillingen. Hè? Dan kun je niet zo goed stil blijven staan. Wat stelt u met z'n allen voor? Wij staan hier als een hoffelijk gezelschap waarbij we geld proberen op te halen voor een fietsenproject in Sri Lanka om 13 kinderen geen 3 uur per dag door het oerwoud te laten lopen, maar ze een fietsje cadeau te doen zodat de kinderen makkelijker naar school kunnen. En wij doen dat via de stichting Hulp aan Sri Lanka onder het motto Rijk voor Arm. Wie ben jij? Maureen Oelen. En hoe kom je zo in Borne? Ik doe al een paar jaar mee aan levende standbeelden in Borne. En ik denk nu bijna 4 jaar. En ze worden elke keer weer uitgenodigd en dan doen we graag weer mee. En je reist het land ook door? Ja, we doen soms ook mee in Arnhem en Borne. En wat doen we nog meer? Arnhem is volgens mij dat. Dat is nu 1 keer in de 2 jaar. Dat zijn de wereldkampioenschappen. En Westerbork, we gaan eigenlijk heel veel langs. Het is gewoon per jaar zoveel keer. Dus je hebt er wel aardigheid aan? Ja, ik vind het heel leuk. En het is een leuke bezigheid. Maar je bent altijd wel even mee bezig met alles voorbereiden en het klaarmaken. En... Wie bent u? Wie zijn wij? Wij zijn gewoon een clubje vrienden bij elkaar die het heel leuk lijkt om dit ooit 1 keer mee te mogen maken. Dus dit is de eerste keer dat u dat doet? Dit is de eerste keer. Nou, dan zien jullie er heel fraai uit. Dat is heel fijn om te horen, daar ben ik heel blij mee.
Ik moet zeggen, de reactie van de mensen ook, het kan nu al niet meer stuk voor ons. Nou, dus de poging is geslaagd. Ja, absoluut. Ik ga zelf een levend standbeeld worden. En wat stel je voor? Een goochelaar. En waar kom je te staan dan? Zo meteen daar. Ik werk bij een bedrijf die ook zelf standbeelden staat. En dit is een workshop die we eigenlijk geven. En voor kinderen om het ook te leren hoe ze het kunnen doen. Ja, ik zie het ervoor op staan dat er dus workshops gegeven worden. Maar dat is geld voor iedereen. Ja, eigenlijk wel. Ja, het is vooral voor kinderen bedoeld, omdat we hebben kleine pakken bij ons, zeg maar. Dus ik denk niet dat iedereen die past. Maar soms vragen we ook wel eens als ouders ook willen. Dat vinden kinderen dan vaak ook wel leuk. Ja, ik stel voor een Aztekenbeeld uit de Azteken dynastie, zeg maar. Chicomectoxli was een beschermheilige van de artiesten, van de kunstenaars destijds. En dat probeer ik hier uit te beelden vandaag. Ik zei dus, deze mevrouw hebben we toen straks ook gezien. Ja, dat klopt wel. En u heeft nou pauze? Ja, nu eventjes 20 minuten. 20 minuten, ja. Die een hele tijd staan waar je stijf van, hè? Ja, wel. Af en toe wissel je ook van de positie, dus dat kan de lichaam beter ontspannen. U heeft een mooi kopje gekregen. Dankjewel. Daarom was ik ook een beetje druk. Ja, ik begreep het wel. En u werd een beetje zenuwachtig vanmorgen, maar het is toch goed gelukt. Ja, dankjewel. Okay. Ik heb een beetje een gekke aanreis gehad. Dus, Nou ja, dan kunt u mooi afreageren. Ja, zeker. Wat dit heerlijke weer. En de mensen zijn ook allemaal heel aardig en blij. Heel plezierig. De mensen in Borne zijn ook heel lief. Ja, zeker. Daarom ben ik ook weer gekomen. Heel veel plezier, hè? Dag. Veel plezier in Borne. Dag, dames. Dag. Ik ben blij dat jullie bewegen. Dan kan ik wat vragen. Ja, wij zijn ook blij dat we wat mogen bewegen. Wij zijn van de Ster. En de rest is nog hier binnen aan het lunchen. Maar we zijn met z'n allen een beetje more living than statue. Want het is een beetje lastig om de hele dag zo stil te blijven zitten. Maar het is wel hartstikke leuk met de zon erbij en de hele groep. Ik heb er wel respect voor dat jullie het toch aandurven. Ja, we zijn met z'n allen het boerenleven, boeren en boerinnetjes. En hier, Kim heeft een mooie kip vast. Hey, die kip is wel rustig, hè? Ja. Heeft hij nou echt niet de neiging om weg te gaan? Nee. Ja. En legt hij ook eieren? Ja. Dit was Twente Breed voor deze week. We hopen dat je met veel plezier gekeken hebt. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.